Goedenavond allemaal. Oh, het is 6:30, maandag. Monday, June 10. June 10th, 10 juni. Ik kreeg het op mijn hart om even weer een video te maken en te spreken over hoe bestrijd je de leugens met de waarheid. Een heel belangrijk iets, omdat het je echt helpt om heel veel leugens te laten verdwijnen uit je leven. Uit je gedachten met name. En uit je verlangens. Wij worden namelijk continu bespeeld door gedachten en beelden en verlangens. Of ja, continu. Het is juist de bedoeling dat het weggaat. En dat zijn deze sleutels ook voor. Maar we worden bespeeld door de gevallen engelen. Waar we zeggen de demonen, zoals ze wel horen. Zoals ze ook heten. Of kwade geesten. Ik had daar zelf ook last van, heel lang. Elke keer als ik heb heel lang, laat ik het zo zeggen, heel lang foute beelden gehad als ik aan het bidden was. Terwijl ik al bevrijding daarvan had gehad in 2006. Ik was bevrijd toen wij van de vrijgemaakte kerk naar een charismatische kerk gingen. Ik had toen al jaren last van pornografie, dat was de oude ik. Die was nog niet gestorven. Ik moest opnieuw geboren worden, de doop ingaan, de Heilige Geest ontvangen, die mij zou helpen en mij zou leiden naar vrijheid. Want de Bijbel zegt in Galaten 5, wie zich laat leiden door de Heilige Geest, zal niet vervullen de lusten van het vlees. Nou, dat is niet alleen een seksverslaving, maar dat is ook drankverslaving of een drugsverslaving, een gokverslaving, eetverslaving. Rookverslaving. We kunnen BS-verslaving. Gewoon een bullshit. Internetverslaving. Wat dan ook. Het kunnen allerlei dingen zijn die onze identiteit roven. En die onze tijd. Niet alleen identiteit, maar ook onze tijd roven. God heeft me daar helemaal van bevrijd. Alleen dat ging niet zonder slag of stoot. Ja, in eerste instantie wel. Laat ik het zo zeggen. Dat ging. In 2006, toen ik eenmaal in die charismatische kerk kwam en ik was bang, laat ik heel eerlijk zijn, dat dit aan het licht zou komen. Maar toen ik daar was, wilde ik het aan het licht brengen. Omdat ik er vanaf wilde. En God heeft mij daar bevrijd. Het was een geweldige avond en daarna voelde ik me zo vrij, zo vrij. Ik was kletsnat, er kwam gewoon olie, kwamen druppels uit mijn handen. Ik had mijn handen in de lucht en het druppelde gewoon gigantisch uit beide handen. En ik stroomde, was kletsnat. Het was een manifestatie dat ik nog nooit eerder had meegemaakt. Ik voelde alsof de kettingen van me afvielen. Alleen toen kwam hij terug. En hij kwam mij doen denken, jarenlang, uiteindelijk tot mei 2018, dat ik niet vrij was. Maar ik was wel degelijk vrij, alleen ik was misleid al die jaren. Maar elke keer als ik ging bidden, dat was niet direct hoor, maar na 7 maanden of zo, denk ik, zag ik weer die beelden voor mijn ogen. En dat heeft heel, heel lang geduurd. En ik vocht er tegen. Ik dook in het woord. Ik was bezig met teachings op het internet. Ik was ik was veel in gebed. Het was een gevecht. Maar die beelden, één ding wat die, en dat is een essentieel iets wat die in mijn leven hebben veroorzaakt, is zij hielden mij ver af van God om hem toe te naderen. Om bij hem op schoot te kruipen als het ware en zijn liefde ontvangen, want ik voelde me nog steeds niet vrij. Ik dacht ineens, ik ben niet vrij, want ik zie nog beelden. En ik heb verlangens die niet goed zijn. Maar wat bij mij ontbrak, waren sleutels om die leugens en die beelden te bestrijden. Want het bleek er dus, dat kwam ik in mei 2018 achter. Het waren dus, toen leerde ik dus hoe, dat was een preacher die ik tegenkwam. Ik was toen al behoorlijk slechtziend. Maar ik kon nog wel YouTube gewoon de video's belangs. En ik zag iemand, ik dacht dat het iemand anders was. Maar goed, dat was een openbaring die mijn mond deed openvallen. Want daar leerde ik dat de demonen juist mij bespelen en mij doen denken
dat ik niet vrij ben, zodat ik in een neerslachtige houding blijf en niet op mijn bestemming kom. En hij leerde mij dus hoe ik die leugens moest bestrijden. Want het prachtige was, ik zal zeggen hoe dat was. Hij leerde mij zeggen, elke keer als je dus misleid wordt, je voelt een verlangen wat fout is, of je wordt misleid, of je ziet die beelden, dan moet jij gaan verklaren wie je bent in Christus. Dan ga je er rechtstreeks tegenin. Dan ga je dingen zeggen als van, ik ben een zoon van God. Halleluja. Dank u, Koning Jezus. U hebt mij bevrijd. U hebt mij uit de duisternis bevrijd. En ik wandel nu in het licht. Ik wandel in uw koninkrijk. Ik ben een nieuwe schepping geworden. Al het oude is afgedaan. Alles is nieuw geworden. Maar zo gaat dat wat dus. Dat is altijd even lastig om dat voor te doen. Maar je gaat verklaren wie je bent in Christus. Je gaat flink tekeer. En ik heb daar wel voorbeelden van op mijn blog. Hele gebeden. Het is alweer een tijdje dat ik zo tekeer ben gegaan. Want ik heb er nu geen last meer van. Want dat heeft 2 weken geduurd. Dat zei hij ook. Dat doen ze een tijdje. En dan blijven ze weg. En waarom blijven ze dan weg? Dat komt puur omdat elke keer als ze nu komen. Want hun bedoeling is, hun plan is om jou neerslachtig te maken. Of depressief. Want dat is met depressies hetzelfde. Het is allemaal neerslachtigheid, zodat jij niet gaat schijnen. Want de Bijbel zegt, arise and shine, for the light has come. He, sta op en schitter en schijn, want het licht is gekomen en de glorie van de Heer is op jou gekomen. He, Jezus heeft een glorie, dat zegt hij in Johannes 17 ook. Dezelfde Vader, de glorie die u mij hebt gegeven, geef ik hen. Dus die heerlijkheid, die glorie, de manifestatie van zijn liefde, zo noem ik het eigenlijk, heeft hij op ons geplaatst, is op ons, is in ons, komt uit ons. En kijk, Satan wil 1 ding. Die wil niet dat wij aan Jezus gelijk worden. Hij wil ons klein houden. Hij wil ons niet doen, hij wil ons doen geloven dat dat niet kan. Maar de Bijbel is heel duidelijk in Johannes 14. En overal zegt Jezus dus, Jezus het wees mijn volgelingen, hij vraagt ons om te volgen, discipels te zijn. Een discipel is iemand die hem volgt en hetzelfde doet als hij. Hij zegt ook, wie in mij gelooft en in de dingen die ik doe, zal dezelfde doen en groter. Johannes 14 en in Hebreeën 13 vers 8 staat, Jezus is gisteren, vandaag en morgen en in de toekomst dezelfde. Dus er is niks veranderd. Wij kunnen nog steeds dezelfde dingen doen. En dat gebeurt vandaag de dag zoveel over de hele wereld. Alleen het is niet in iedere kerk zichtbaar. Ook niet in de kerk waar ik vandaan kwam, helaas. Maar ik geloof dat die dingen gaan veranderen. De geest zal op alle vlees worden uitgestort. En mensen zullen de geest ontvangen, zullen zich laten dopen. Want de kinderdoop, hoe prachtig ook het is, het is niet de doop waar de Bijbel van spreekt. De Bijbel spreekt duidelijk. Spreekt van een waterdoop, van een volwassendoop. Nergens in de Bijbel wordt een kindje gedoopt, hoe prachtig ook het is. Het is een mooie ceremonie, maar er 1 ding wat daar fout gaat, of wat niet klopt. En dat is dat God heeft onze vrije wil om te kiezen, ook voor hem te kiezen. En dat gaat heel ver. Kijk maar direct in het begin naar Adam en Eva. God gaf hen een vrije keuze om wel of niet van die boom te eten. Had hij ze tegen kunnen houden? Had hij het gezien? Reken maar op dat hij het zag. Reken maar op dat hij echt erbij was. Maar hij kon het niet tegenhouden, want hij heeft zijn vrije wil gegeven. En net zo met Kain en Abel heeft Kain zelfs gewaarschuwd, net zoals hij Adam en Eva had gewaarschuwd. Maar God is geen dictator. Hij wilde juist dat wij voor hem kiezen. Hij wilde ons niks opleggen. Hij wilde ons hij is gewoon geen dictator. Hij is pure liefde, perfecte liefde. En hij wil zijn liefde juist laten zien. En dat heeft hij door de jaren, dat heeft hij altijd gedaan. En de Bijbel zegt niet voor niks dat het liefde is dat God bewoog om zijn zoon voor ons te geven. Het was de liefde. Niet omdat hij gefrustreerd, geïrriteerd, teleurgesteld was,
Nee, hij zag onze nood en hij had ons lief. En daarom stuurde hij zijn zoon naar de wereld om voor ons te sterven, om ons vrij te zetten. Helemaal vrij dus, van alle duisternis. Waar de Bijbel zoveel over spreekt. Ik heb daar net ook een... dat was van 28 mei een videootje geplaatst op Facebook. Ook net geplaatst op YouTube trouwens. Over dat wij vrij zijn van alle duisternis. En we wandelen nu in zijn koninkrijk. Dat is iets wat daarbij hoort. Want als jij zijn zoon bent, dan ben je natuurlijk zijn, in zijn koninkrijk. Als jij een tempel bent waar de Heilige Geest is, waar Jezus leeft, zelfs de Vader, volgens Johannes 14, dan ben jij, jij bent zijn koninkrijk binnengegaan. Dat staat ook in Lucas 17, vers 21. Ik heb het in een vorige videootje ook al even opgezocht. Dat het koninkrijk zoekt niet het koninkrijk daar of daar, maar het koninkrijk van God is in jou, binnenin jou. Het is Jezus leeft in jou. En zo zijn er heel veel plekken waar duidelijk wordt aangegeven dat, Jezus zegt het ook in Johannes 3, hij zegt, voorwaar ik zeg u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij door water en geest. Dus dat verwijst naar de doop, de waterdoop en het ontvangen van de Heilige Geest, dan ga je het koninkrijk van God binnen. Jezus zei ook nog in Johannes 17, in het gebed, om nog een voorbeeldje te noemen. Hij zegt van, zij zijn niet van deze wereld, want ik ben ook niet van deze wereld. Zij zijn wel in deze wereld, maar ze zijn niet van deze wereld. En zo zijn wij niet meer van het wereldse. De duisternis, want we zijn allemaal in duisternis. We waren allemaal in duisternis, maar moesten allemaal opnieuw geboren worden. En zijn koninkrijk binnengaan. Colossenzen 1, vers 13. God heeft ons bevrijd uit de macht en de greep van duisternis en ons geplaatst in het koninkrijk van zijn zoon. Paulus zegt dat tegen de Colossenzen. Hij heeft het over ons, dus hij heeft het over niet alleen over de Colossenzen, maar ook over hemzelf en zijn mededisciplen. Dus wij zijn in zijn koninkrijk, we zijn vrij. En Jezus zegt ook van wie mij volgt, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Ook Jezus spreekt van volledige vrijheid, want in hetzelfde hoofdstuk zegt hij verder ook, het is Johannes 8 trouwens, zegt hij, wie de Zoon vrijzet is waarlijk vrij. Dus het gaat allemaal om vrijheid. We zijn vrij. En juist die leugens en misleidingen die doen ons denken dat wij niet vrij zijn. Terwijl het wel waar is. Dus ik heb dat gedaan. Iedere keer als die leugens kwamen, die plaatjes kwamen. Want die kwamen elke keer als ik ging bidden. Had ik dat gezegd al? Ik weet het niet, want ik heb een paar keer geoefend. Maar die kwamen dus elke keer als ik ging bidden. En dan ging ik tekeer en dan verklaarde ik wie ik ben. En na een paar weken waren ze gewoon weg. En ze kwamen niet weer terug. Waarom niet? En daar komt de sleutel eigenlijk. Omdat zij erop uit zijn ons neerslachtig te maken, kapot te maken en ons niet in onze bestemming en in onze identiteit als ware zonen en dochters te laten wandelen. Doen zij dat, want ze zijn... Maar wat er dus in werkelijkheid gebeurde, iedere keer dat ze nu kwamen, ging ik juist verklaren wie ik ben en ging ik hardop verklaren wie ik ben. Dus het bracht mij dichter bij God. Dus hadden ze zoiets, wij moeten hiermee stoppen, want iedere keer als wij komen, komen ze dichter bij God en weten ze meer en meer wie ze zijn in Christus. Dus het is een prachtige sleutel om welke leugen dan ook te bestrijden. Dus ik zou zeggen, pas het toe. In de eerste opmerking zal ik een link plaatsen naar mijn blog. Ik zal ook gelijk een gebed plaatsen die ik... op mijn blog. Ik heb daar verschillende gebeden geplaatst om dus de leugen te bestrijden met de waarheid. Zodat je vrijkomt waar je ook last van hebt. Want het werkt echt fantastisch. Maar we moeten gewoon weten hoe die geestelijke wereld werkt. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, zegt het woord, maar tegen overheden en machten die ons misleiden en verleiden. Dus ik hoop dat je hier wat
aan, wat aan hebt gehad. Komt soms niet helemaal uit mijn woorden, maar dat maakt niet uit. Het is, ik weet ook niet of de goede kant op keek, waarschijnlijk niet. Ook dat maakt niet uit. Het gaat vooral om het woord wat ik mocht delen. Ik hoop dat ik jullie hiermee heb gezegend en bemoedigd. En ik bid en wens jullie allemaal alle vrijheid toe in Christus. Weet dat je vrij bent, want wie de Zoon vrijzet, is waarlijk vrij. Amen. Halleluja. Tot de volgende video. Doei doei.